We zien nog altijd dat er heel veel GFTE, voornamelijk die etensresten, in de restzak terechtkomen. Maastricht doet het al heel goed, alleen het kan altijd beter. Waarom een groot deel van het GFT-afval nog in die restzak terechtkomt, is denk ik omdat er toch wel een drempel is voor veel mensen. En die drempel, die willen wij net wegnemen. Daarom hebben wij Team Afvalloos in het leven geroepen. Als afvalcoach leveren we een bijdrage door mensen tips te geven, door mensen te coachen en een aanspreekpunt te zijn voor mensen. En wij proberen als afvalcoach van twee kanten tot een goede oplossing te komen. Ze bedoelen daarmee ook restafvalloos in. Hè? Dat we zoveel mogelijk gebruiken om te recyclen. Zoals het GFT, het plastic, het papier. De gevolgen van het niet scheiden van het GFT-afval is dat het bij het restafval terechtkomt. En bij het restafval kunnen we het niet hergebruiken. Die wordt mee verbrand, waardoor het CO2 vrijkomt. En dat is slecht voor het milieu en het klimaat. Uiteindelijk scheelt het de burger ook geld op het moment dat zij het GFTE apart kunnen aanbieden. Daarvoor doen we dat wekelijks ophalen in Maastricht. Is er in de restzak veel minder overlast van stank en doen ze veel langer met de restzak. Mensen mogen ook een halfvolle bak GFTE aan de straat zetten. Het is gratis, dus doe het vooral. Gescheiden GFTE-afval, dat wordt apart ingezameld. Dat gaat allemaal naar één centrale plaats waar daar compost van gemaakt wordt. En die compost wordt weer gebruikt om Maastricht groen te maken. Met deze tips houdt u uw groene bak schoon en fris. Zet de groene bak in de zomer in de schaduw, zodat hij niet gaat stinken. GFT-afval wat lekt, laat dat eerst even uitlekken voordat u het in de GFT-bak doet. Maak de groene bak af en toe schoon met groene zeep, maar niet met chloor. Dat verstoort het compostproces. Rol uw vlees- en visresten op in een krant en gooi dan in uw groene bak. En als belangrijkste laatste tip, download de Milieu-app. De meeste mensen twijfelen wel eens of iets in de groene bak of restzak moet. Zoek het op via de afvalscheidingswijzer in de Milieu-app. Ook vindt u in de app praktische informatie, zoals wanneer het afval bij u wordt opgehaald. Heeft u nog vragen? De afvalcoaches helpen u graag. Mail naar afvalcoach@maastricht.nl.